luisteraars. We naderen weer de klok van 12 uur, middernacht. En natuurlijk zijn er veel mensen die ook vannacht weer moeten werken. Maar voor de meeste van ons geldt toch, we gaan slapen. We gaan slapen om de dag achter ons te laten en uit te rusten voor de dag van morgen. En luisteraars, daarom wil ik u op het hart drukken. Denk het komende half uur, het komende uur voordat u naar bed gaat, niet aan alle kansen die u in dit leven gemist heeft. Niet aan het feit dat u nu misschien een baan heeft, waarvan u, als u eerlijk in uw hart kijkt, 20 jaar geleden gezegd zou hebben, dat nooit. Denk niet aan alle gemiste kansen. Ben niet bitter als u straks tegen diegene aankruipt die al 10 jaar bij u is of langer en waarop u eigenlijk volkomen uitgekeken bent. Denk niet aan alles wat u had kunnen doen met uw leven. Denk niet aan die gesprekken van toen u jong was en iedereen geloofde in wat u kon. Vergeet dat en probeer te rusten. En al die mensen die nu werken, die deze nacht achter een tafeltje zitten om een gebouw te bewaken of die post sorteren van mensen die ze niet kennen en die ze niet eens interesseren. Denk niet aan wat u nu wel had kunnen doen. Hoe het leven wel had kunnen zijn. Hoe u had kunnen doen wat u had gewild. Denk daar gewoon nu niet meer aan. Denk niet aan wat het leven wel had kunnen zijn, maar waarvoor u te laf was om de beslissingen te nemen, de risico's te nemen. Denk daar niet aan. Het is tijd om te rusten. Het is tijd om bij te denken. En als u straks tegen degene aankruipt die u hypocriet in het dagelijks leven uw geliefde noemt, denk dan niet aan alle mensen die daar in plaats van hem of haar naast u hadden kunnen liggen. Welke avonturen u mee had kunnen maken, welke schaamteloze, erotische uitspattingen uw deel hadden kunnen zijn. Denk daar allemaal niet in, maar zak in een rustige, diepe slaap, waaruit u verkwikt morgen de dag weer beginnen kunt. Welterusten.